Oké. Ja, weer een hit. Gaat lekker zo. Netjes, netjes, netjes. Pak hem. Grijp hem. Ja, weer een hit. Assist. Oké. Is hij weg? Ja. Ja, geef maar geel. Oh nee, hij is er nog. Oh, damn it. Oh, die komt wel. Die komt niet. Ik ga even repairen, man. Oké, ik kom nu aan. Ik gooi even artillerie in zijn kanus. Oké. Kom maar. Oké, ik ben nu aan het rondrijden, jongen. Oh, hey, ik zie iemand. Undamaged, crap. Shit, kut. Shit. 36 players en dan helemaal niemand in de wachtrij. Duurt lang. Ja, dan nooit zo lang gehad, joh. Ah. Oké, ja. Hallo allemaal, hartelijk welkom terug bij een nieuwe video van War Thunder. Mijn naam is Skorpster en vandaag speel ik met een abonnee van mij, Serge Steurer. Hallo. Hallo man, daar zijn we weer. Alweer. Nieuwe aflevering. Super. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, mensen. Ja. Nou, de vorige aflevering gingen we natuurlijk even dik op onze kont. Zo, dat was even heel erg. Dus we gaan nu even keihard, moeten we keihard aan de bak natuurlijk. Hè? We hebben even wat recht te zetten. Even kijken, maatje. Wat zullen we doen voor vlag? Waar gaan we spawnen? In het midden. In het midden, klinkt goed. Oké. Nou, dan pak ik even mijn Panzer 3. Wij hebben eventjes de 3.3 tanks genomen. Omdat wij toch aardig op onze kont kregen met die 3.7 tanks. Dus wij gaan nu even los in de 3.3 tankies. Dan wordt het eventjes wat makkelijker. Want de 3.7 dudes die zijn natuurlijk al dik opgewaardeerd. En wij nog niet. Dus ja, om het even een beetje eerlijk te houden, gaan wij voor de 3.3 battle. Ja. We zitten dik in de woestijn. Volgens mij is dit Tunesië, als ik het goed heb. Ja, een hele leuke map vind ik het. En dan gaan we maar even naar B, denk ik, hè? Ja, goed idee. Daar zijn we vlakbij, dus laten we even in C6. Hoppakee. Oh, nou, B is eigenlijk niet zo'n heel slim idee, want dan zitten we midden in een open plek. Midden in de shit. Oké, dan gaan we wel even naar C toe. Als ik of A is handiger, want dan zitten we in de stad, hebben we meer kansen. We gaan naar de stad, mensen. We gaan even inkopen doen. Okay. Even wat kills halen. Juist. Even een paar pilsjes halen hier. Even kijken, man. Ik ga hier maar even tussendoor. Nou, B die wordt ingenomen door de enemy. Oké, we mogen maar snel hopen dat we snel bij de stad zijn. Dan gaan wij keihard naar die stad toe. Puntje A, ik ben onder de weg, man. Ja, ik ook. Hey, ik zie al iemand. Een AC MK2A. Het ja. Raar, want die mensen in B kunnen wij ook niet. Oké, ik zie er eentje. Kom wel. Grijp hem. Waarom zit er nu al een krom wel? Dat klopt helemaal niet. Krom niet. Of krom wel? Krom maar niet. Krom maar niet. Met je grappenmaker. Nou, dan gaan we even kijken naar A. A wordt al ingenomen door ons. Dat is lekker, man. Dan ga ik toch even tegen jouw orders in. Toch even naar B. Ah, hij hangt wel. Want het is namelijk zo dat wij die ook even moeten pakken natuurlijk. Ja, dat klopt inderdaad wel. Anders ga ik wel mee. En C gaat ook lekker, zie ik. Maatjes die staan ook al op C. Oh, ik zie er eentje. M3. Bij B. Bij B, ja. Ik heb hem ook in het vizier. Ja, critical hit. Hij mij ook trouwens. Weg met jou, schobbejak. Hit, weer. Ik had de driver van hem. Oh, dan smeert hij hem, die viespeuk. Oké. Ja, weer een hit. Gaat lekker zo. Netjes. Pak hem. Grijp hem. Ja, weer een hit. Assist. Oké. Is hij weg? Ja. Ja, ik heb ook heel. Oh nee, hij is er nog. Oh, damn it. Oh, die komt wel. Die komt niet. Ik ga even repairen, man. Oké, ik kom er nu aan. Ik gooi even artillerie in zijn kanus. Oké. Kom maar. Oké, ik ben nu aan het rondrijden, jongen. Oh, hey, ik zie iemand. Undamaged, crap. Shit. Nee, hij heeft mijn schutter. Daar ga je. Undamaged, wat is dit nou weer voor gelul? Ja, artillerie doet niet zo heel veel tegen tanks. Ik heb een hit, oké. Oh nee, dat gaat niet zo lekker. Oh, T34. Kijk uit. Als het kan schiet op zijn kijkers, waar ze... Ja, goed zo. Hij is weg. Goed zo.
Piep. Oké, ik cruise even naar B, man. Want dat is, als het goed is, leeg. Dus we kunnen dat punt even inpikken met z'n tweeën. Oh nee, Cromwell. Ja, ik heb ja, overal, ik dacht dat hem had. Dikke hit. Ja, ik heb een dikke hit. Nog een dikke hit. Zijn gunner is weg. Oké, ik zie een A13 Mark MK1. Nog een hit. Weg met jou. Waar zit zijn fuel? Daar. Weer hit. Hop. Heb je hem in de brand gezet? Hij staat nog niet in de fik, maar het kan niet lang meer duren. Oh, hij zit er aas op mij. Hij is weg. Ja, hij is netjes. Weg. Goed zo, oké. Okay, snel naar B toe. Snel naar B. Oh, ik heb een vliegtuig. Dan wacht ik even. Ik ga wel een B staan. Om, ja, is goed, man. Ik probeer naartoe te gaan. Oh, ik ben door geschoten. Druk hier. Even tegen een... ik ben in een vliegtuig gespannen. Ja, ik heb er eentje. Ah, ik ben weg van links, dammit. Oh nee, shit, dat is alleen. Oh, en hij gaat er mij af. Ja. Oh, wacht, hij leeft nog. Ah. Een bedood. Wat? Hoe gaan hij mij even gedood? Ja, ze gaan met bommen strooien, hè, die etters. Ja, maar hij had alleen raketten. Dat is wel ook een beetje raar. Oké, ik cruise heel snel naar B. Oké, dan stort ik even neer. Even kamikaze. Ja, flikker hem maar even op B. En ik ben dood. Dan gaan we... Ik heb nu een nieuw tankje gestart. Dan kunnen we nog even kijken bij B. Ik ga met mijn anti-air tank. Oké, okay, man. Een 37 mm kanon. Het ziet er niet best uit voor ons, moet ik zeggen. Ja, je hebt al twee kills. Ja, maar we hebben twee punten zijn we kwijt. En de derde die is... B is van niemand. Dus ons balkje gaat als een malle naar beneden. Dat zie ik inderdaad, dat is niet zo mooi. Dat is dan, niet zo vraag. Dat moeten we niet hebben, hè? Nee. Kom op, ga dood. Kom op dan, jezus mina. Sterf. Het wil echt niet lukken. Oké, nu hopen we nog snel een tankje tegenkomen. Dan kan ik even nog neerknallen voor het einde. Jezus Christ, wat een bloedzuiger zie ik. Zijn het heel veel? Drie. Ik sta tegen drie te knokken hier. Oké, ik ga proberen met de achterkant. Ah, ik moet weg hier. Kan je achteruit? Hij ook moet helpen. Nee, ik ben weg. Ah, oh, crap. Oh, maar je bent nog niet dood, toch? Nee, maar... Wacht, kan je met de touw? Nul? Ik kan niet meer fietsen. Ik kan niet meer. Oh ja, goed zo. En ik kan je achteruit trekken dan. Oké, man, ik ben even op de hill. Dan moet ik even niet kijken. Oh, nee. Ja, ik ben dood. Ah, weer zo'n stinkvliegtuig. Crap, ja, sorry. Dat is echt stink. Oké, dan moet ik maar met de Panzer 3M. Nou, moet toch maar. Undamaged, ja hoor. Zo, die is weg. Next. Ah, ik ben weg, man. Oh, jammer. Ah, dat is wel lekker. Ik had er weer een te pakken. Oh, heb je nog tanks over? Of, Heb je nog tanks over? Ja, ik heb er nog eentje, maatje. Goed zo, dat is mijn laatste volgens mij. Maar het ziet er niet uit dat we het weer gaan verliezen, helaas. Ja, zo. Maar ja, ik ben niet altijd in. Nee, dat is het dus ook. Geeft niks. Er komen vanzelf nog wel potjes dat we ze even ownen. Ja, ja, ze hebben het goed in de pocket hoor. We hebben alle drie de punten ingenomen. Ze hebben slim gedaan. En ik kom niet eens in de buurt bij zo'n puntje. Ze hebben het goed dichtgetimmerd. Oké, bommen. Oh nee. Oh crap. Gas erop. Gas erop. Nee. Gas. Komt goed. Ja, het ligt nog. Oké. Okay. Oh, ik dacht echt gewoon... Gaat niet overleven. Als we even... Oh, nee. Oh, C wordt ingenomen door ons. En B zijn we ook kwijt. Ja, we hebben verloren. Mission failed. Daar heb ik zo niet voor. Ja, ik ook. Nou mensen, mochten jullie dit wederom een leuk filmpje vinden, graag een like voor Serge Steurer en mij. Zeker. En kijk ook wat op zijn kanaal. Dat is een heel leuk kanaaltje. Dan missen jullie ook helemaal niks van ons. En dan zien we jullie in de volgende aflevering wel weer terug. Tot ziens. Tot ziens, man.
Doei. Doei.